Wij als gemeente Waddinxveen hebben een duurzaamheidsvisie, waarin onder andere is opgenomen dat in 2025, dus dat is over 7 jaar, 25% van het energie dat we dan gebruiken duurzaam wordt opgewekt. Ik denk best wel dat iedereen overtuigd is dat er iets moet gebeuren. En wat verwachten jullie van de uitkomsten vanavond? Ik denk dat het informerend is en dat er nog geen definitief besluit hierover genomen zal gaan worden. Vanavond hebben we een energiespel gespeeld. Aan de hand van verschillende kaarten hebben inwoners nagedacht over wat locaties kunnen zijn. Nou, hoe groot die is, het is bijna niet te bevatten. Het is niet dat we dan nog een plekje overhouden waar niks gebeurt. Er gebeurt overal wel iets voor die energietransitie. Het betekent gewoon dat er in ieder landschap in Nederland wat gaat veranderen. Hoe willen we deze opgave ruimtelijk vormgeven? Er zijn een aantal mensen die een rol hebben gekregen waarop staat initiatief nemen. Die mensen die mogen dadelijk even naar voren komen en overleggen welk van deze 5 modellen ze aan de groep van inwoners, activisten, gemeenteambtenaren, boeren, grondeigenaren willen verdedigen. Dit vinden we onrealistisch, want dat is veel te veel zonnepaneel. Vervolgens kwamen we op die uit, als wel een goed idee. Aan de overige mensen de keuze om dan wel ja of dan wel nee te kiezen. Wie bent u? Ik ben de inwoner en mijn leefcomfort is belangrijk. Ah, okay, ja. U bent boer. Ja. En ik wil niet. U wilt gewoon niet? Nee, ik wil het land niet kwijt. Ik wil daar gewoon boeren. U staat hier ja, dus u vindt dit wel goed? Ik vind een goed model. Oké. Okay. Kijk, uiteindelijk zou ik daar het meeste voor kiezen. Dus ik denk dat het gewoon volstrekt onmogelijk is om te roepen dat je maar op één plek gaat zitten. En als je dat helemaal vol gaat zetten met windmolens, denk ik, niet goed bezig. Willen we nog natuur en bomen en vogels? Is dat voor jullie een reden om te heroverwegen? Nou, we zitten ook wel in die richting, alleen wij hebben ook nog wat... Is er ook iemand die van het ja-vak naar het nee-vak is gegaan? Als je nou een paar panelen op je dak legt, of dienen we er allemaal zelf nog wat aan? Maar ik ben wel een fanatieke inwoner. Een fanatieke inwoner? Ja, dat is een activist. Ja. Ik kan me niet herinneren dat dat bij uw rol stond. De windmolens. Naar de westkant. Naar de westkant. En dan... Het doel was om uiteindelijk tot een gemeenschappelijke uitkomst te komen waar iedereen het mee eens was. En daarna heeft iedereen een briefje gekregen waarop zij vanuit hun eigen persoon mochten aangeven wat zij het beste model vonden. Ik ben onder indruk dat je met zo'n groep bijna volledig gedragen tot een voorstel over hoe het eruit zou moeten zien. Ja, dat is heel nuttig. En ik ben blij dat wij uitgenodigd zijn. Dit was een spel, maar het gaat wel over de realiteit. Er moet veel energie geproduceerd worden, dus het zal grootschaliger moeten zijn. Ja. Toch een beetje nieuw inzicht. Ja, zeker. We gaan dit spel vaker herhalen in alle wijken, zodat zoveel mogelijk inwoners hierover kunnen meedenken.